beschikbaarheid van het aantal IC-bedden. Als daar een tekort aan drijft, daar aanwijzingen voor zijn, dan komen er extra maatregelen. Een lockdown is dan een optie. En daar is overigens ook steun voor de andere partijen. Maar je merkt toch heel duidelijk aan premier Rutte dat dat een situatie is die hij zo lang mogelijk wil voorkomen. Omdat het natuurlijk ontzettend veel consequenties heeft voor het land als wij gewoon een bepaalde tijd met z'n allen niet meer de deur uit mogen. Premier Rutte wil het debat ook nog gebruiken om te zeggen van luister, er is een beeld ontstaan dat in veel andere Europese landen rondom de 1 veel strengere maatregelen zijn. Hij zegt dat is eigenlijk niet zo. Soms wordt het wel een lockdown genoemd, maar als je echt gaat kijken naar wat er gebeurt en gaat vergelijken met het eigen land, zegt hij, lijken eigenlijk alle maatregelen op elkaar niet over. Dankjewel, Joost Vullings. Eén ding dan nog aan het slot van 1 Vandaag. We vroegen de dichter Ingmar Heitse zijn gedachten eens te laten gaan over die onzekere en zelfs angstige tijd waarin we plotseling leven. Vogels pissen. Zet de radio uit.